We komen vandaag met nieuwe en stevige maatregelen. Feitelijk gaan we naar een gedeeltelijke lockdown. Beste spelers van ASVD, Dronten en natuurlijk de trainer Patrick. Hier Johnny Jansen en Jeffrey Tran van SC Heerenveen. Ja, luidjes. We weten dat het een ongelooflijk lastige periode is voor iedereen. Corona doet heel veel met mensen. Maar het mooie is dat je ook daarin gewoon in jezelf moet blijven geloven. In jezelf moet blijven investeren. En volgens mij is daar alle ruimte en mogelijkheden toe. Hè? Ik bedoel, iedereen kan voor zichzelf aan de bak om fit te worden. En uiteindelijk kan iedereen aan de bak om aan de bal te trainen. Hè? Ik bedoel, want iedereen kan in zijn eentje kapperen draaien, et cetera, et cetera. Volgens mij zijn er genoeg ruimtes en mogelijkheden om dat te gaan creëren voor jezelf. Dus, en jullie hebben volgens mij één wens, dat is kampioen worden of promoveren. Dus stop nou niet met trainen, maar blijf in jezelf investeren. En hopelijk gaan jullie nog de competitie weer hervatten. En een prachtig seizoen ervan te maken. Dus heel veel succes. En maak er nog een hopelijk een mooi seizoen van. Groetjes. Succes mannen. Hallo allemaal. Tim Reserveur hier van Almere City. ASV Dronten. Wat een start van het seizoen. Tweede. En dan wordt alles gestopt. Door het klote corona. Maar het is niet anders. Ik wil jullie even zeggen dat het heel knap is. Dat jullie gewoon tweede staan. En er zo goed voor staan. Met een trainer als Patrick. Ongelooflijk knap. Nee, maar zonder dolle, ik vind dat jullie het echt fantastisch doen. Ik denk dat jullie heel veel kans maken als het seizoen gewoon weer afgemaakt worden om te promoveren. Daar moeten jullie ook vooral voor gaan. En tot die tijd wil ik jullie heel veel sterkte wensen. Heel veel gezondheid toewensen. Ik hoop dat jullie allemaal gezond zijn, dat jullie familie gezond is. En dat jullie ook een beetje fit kunnen blijven, ondanks jullie weinig kunnen trainen. En ik hoop dat we elkaar snel een keer zien, dat ik snel een keer kan kijken. En dat ik kan genieten van jullie. En op naar de promotie. En tot snel. Beste spelers, beste leden van ASVD Dronten. Hier is Robin Veldman, trainer in de jeugdopleiding van Ajax. Ik wil jullie ten eerste heel veel succes wensen in deze moeilijke periode. Een periode waarin we allemaal te maken hebben met dat we op zaterdag niet kunnen doen wat we het allerleukste vinden. Maar ondertussen verwacht de trainer wel dat je elke dag gemotiveerd blijft trainen. En dan moet je denk ik ook van jezelf verwachten dat je, ondanks dat je niet speelt en dat je het vooruitzicht op een wedstrijd dat wegvalt, dat het moment dat je weer mag spelen, dat je er kan staan. Nou, en deze aanloopperiode daar naartoe, die is gewoon hartstikke belangrijk om je fit, zowel mentaal als fysiek, te maken voor de start van de competitie. Ik denk dat het daarin belangrijk is dat je in hele kleine stapjes denkt. Dat je voor jezelf altijd kan neerleggen van, hey, heb ik er alles aan gedaan in deze training om mezelf beter te maken? En ben ik ook onderdeel geweest van het team? Heb ik er iets aan gedaan om het team beter te maken? Nou, dat zijn voor mij in deze periode hartstikke belangrijke punten om mee aan de slag te gaan. En of je nou trainer bent, speler bent, volgens mij moet je altijd jezelf de vraag stellen wat je bijdrage is geweest. In dit geval in kleine stapjes, maar uiteindelijk wel met een groot doel. En dat is top aan de voorbereiding beginnen. En zometeen als die voorbereiding klaar is, dat je top bent bij de start van het seizoen. Succes en ik ga jullie volgen. Goedemiddag, heren van ASV Dronten. Jullie goede trainer Patrick heeft me gevraagd om een filmpje voor jullie te maken. Zoals jullie zien ben ik zelf net klaar met trainen. Dat is een stille hint naar jullie toe. Blijf in deze rare tijden vooral gezond en fit. En zodat wanneer de competitie start, dat jullie een voordeel hebben op jullie concurrent. Ja, ik hoop natuurlijk dat jullie deze goede resultaten door kunnen trekken. En dat jullie volgend jaar in de eerste klasse kunnen spelen. Nou, verder wat ik al zei. Gezond blijven en vooral fit blijven. En ik hoor het wel. Hoi hoi. Goedemiddag mannen van de ASV Dronten. Mijn naam is Adrie Poldervaart. Ik ben assistent trainer bij FC Groningen. En Patrick had mij gevraagd om wat te vertellen tegen jullie. Ik begreep dat jullie fantastisch bezig waren. En dat helaas de corona een beetje roet in het eten gooide. Maar die competitie gaat door. Dus het belangrijkste is, als we dadelijk weer gaan beginnen, hoe sta je er dan voor, individueel en als team? Zijn jullie bereid om nu te investeren in jezelf in een tijd waarin het moeilijk is? Of denk je van, we laten het zo en we zien het wel weer op de eerste training wanneer corona toelaat? Keuzes aan jullie, het ligt niet alleen aan het trainen, maar het ligt zeker ook aan jullie. Ik wil jullie veel succes wensen en veel plezier. En hopen dat de corona geen roet meer in het eten gegooid en jullie snel weer kunnen gaan ballen en op naar de eerste klas. Ik wens jullie veel succes. Doei, doei. Ja,
heren van ASV Dronten. Jullie stonden tweede, goed op weg. En toen corona, zoals ze in Rotterdam zouden zeggen. Maar niet getreurd, boys. Lekker fit blijven. Af en toe alleen lopen is niet het leukste. Balletje erbij. Misschien een beetje voetvolleyen. Hou je lekker bezig. En dat vaccin komt eraan. Die competitie gaat weer lopen. En dan gaan jullie het maken. Heel veel succes. Zet hem op. Hou vol. Blijf leuke dingen doen. Blijf lachen. Blijf sporten. Ik geloof erin. Patrick, zet hem op, jongen. Mazzel. Doei. ASV Dronten. James hier. Ex-speler van Almere City. Ik wens jullie heel veel sterkte tijdens deze moeilijke tijd dat jullie niet kunnen voetballen. Scheelt ook weer coronatesten, want bij de profclubs moeten we dat wel om de zoveel tijd. Dus ja, dat, daar heb je een beetje geluk mee. Mensen best wel last van je neus kan het veroorzaken. Nee, grapje. Maar ik hoop dat jullie de moed blijven houden, zodat jullie gewoon kunnen promoveren dit seizoen. Petje is de beste trainer. Hij is echt sowieso een topper als mens. Dus ik denk dat hij jullie echt ver kan schoppen dit seizoen. Veel succes, boys. Boys van Dronten, het Wiegers Maduro hier. Ik wil jullie toch even toespreken in deze moeilijke periode vanwege het coronavirus. We mogen niet voetballen, we mogen geen wedstrijden spelen. Maar er komen goede tijden aan. Dus wees fit. Be ready. Wees gemotiveerd. Zodat je, als we weer kunnen gaan voetballen, er klaar voor bent. Zorg dat je fit blijft. Zorg dat je goed eet. Dus goed luisteren naar jullie trainer en dan komt alles goed. Heel veel succes en sterkte. Alles komt goed, boys. Beste boys van ASV Dronten. Boys, we zijn al zo dichtbij nu. We staan tweede. Even volhouden nog. Corona is zo weer voorbij. Dan kunnen we gaan voetballen. Vlammen. Blijf fit. Ga niet te veel drinken. En dan komt het sowieso goed. Succes, boys. Hey, boys van ASVD. Nick Vossenbelt hier, speler van Rode JC. Hou nog even vol, jongens. Hopelijk mogen jullie snel weer aan de bak. Ik snap heel goed dat jullie de trainingen missen. Maar vooral de legendarische kantineavondjes na de wedstrijd. En na trainingen. Hopelijk mogen jullie snel weer aan de bak. Jullie waren super begonnen. Tweede plaats, gedeeld koploper. In de beker goed gedaan. Zorg dat jullie fit blijven. En als de competitie straks weer begint, dat jullie gelijk volle bak kunnen gaan. En wie weet wordt het dan toch nog een heel leuk seizoen. Succes, jongens. Hallo boys van Dronten. Hey boys van Dronten. We hebben gehoord dat jullie zo goed waren begonnen aan de competitie. En dat door de corona dat jullie zijn, dat de competitie stopgezet. Maar we willen jullie heel veel succes wensen als alles terug kan beginnen. En doe het dan goed, ja. Heel veel sterkte. Groetjes, bye bye. Ciao, ciao. Beste spelers van ASV Dronten. Jullie coach, coach Postuma, die vroeg me van, Jurgen, de jongens hebben even iemand nodig die ze even hard onder de riem steekt. Even iemand die zegt dat het goed komt, weet je. Ik bedoel, ze stonden er zo goed voor. Hè, tweede plaats in de competitie, stonden op het punt te gaan promoveren en plotseling viel alles weg. Ja, en dan mogen de jongens niet meer voetballen en heb je het hele corona gedoe. Dus jongens hebben even iemand nodig die ze zegt dat het goed komt, weet je. Iemand die zegt van, we vertrouwen op jullie. Iemand die weet van, ASV Dronten, die gaat ons niet teleurstellen. En als de competitie weer begint, they will kick ass, weet je. Zo iemand die ze gewoon even lekker kan motiveren en zeggen, jongens, het komt allemaal goed. Laat je niet gek maken, zorg dat je shape blijft, weet je. Ook al kunnen we niet samen voetballen, zorg ervoor dat je alleen treedt in de shape. Ze zoeken iemand die ze even kan zeggen, ASV Dronten, kom op jongens, het komt goed. Nou, zodra ik zo iemand gevonden heb, laat ik het jullie weten. Oké? Doe je best.